kinderen die zich nog niet zo goed kunnen redden in het water moeten vanaf nu een gekleurd hesje dragen als ze vrij mogen zwemmen. De vereniging Sport en Gemeente heeft het veiligheidsprotocol aangescherpt na de dood van het 9-jarige Syrische meisje Salam, die in 2015 verdronk vlak naar het schoolzwemmen in Rhenen. Die hesjes hebben hele felle kleuren en hoe vervelend het ook klinkt, maar als kinderen niet kunnen zwemmen of nauwelijks kunnen zwemmen en ze zich krioelen door elkaar heen, is het beter dat je het even goed ertussenuit kan pakken. De dood van Salam leidde ook tot de vraag wie er verantwoordelijk was, de leerkrachten of de zwembadmedewerkers. Een andere verscherpte maatregel is dat hierover duidelijkere afspraken zijn gemaakt. Zo staat nu expliciet vermeld dat leraren tijdens de lessen mogen ingrijpen als ze de situatie onveilig vinden. Een 45-jarige fotograaf uit Amersfoort staat vandaag voor de rechter voor het aanranden en verkrachten van 10 jonge vrouwen. Deze meiden hadden de droom om fotomodel te worden. Francisco G. geeft toe dat hij de borsten en de vagina van een van de vrouwen heeft betast. Maar volgens hem zou dat zijn gegaan met wederzijdse instemming. Bij de zitting zijn ook meerdere slachtoffers aanwezig. Onze rechtbankverslaggever Rix Ozinga volgt de zaak en schuift vanavond aan in het programma U Vandaag. De VVD zegt dat de mariniers in Doorn een goede nieuwe kazerne in Zeeland krijgen. Daarmee zegt de partij dat de kritiek van de militaire vakbond AFMP niet klopt. Die zei dat de kazerne in Vlissingen volledig wordt uitgekleed. Er zou geen schietbaan komen en helikopters zouden er niet kunnen landen. Maar volgens de VVD is dat niet waar. Er is mij absoluut geen informatie bekend dat de kazerne er anders uit zou zien dan afgesproken. Of dat Defensie van mening was dat er iets zou moeten veranderen. Dus ik vind het verbazingwekkend. Ik ga er dus nog steeds vanuit dat er een goede marinierskazerne komt. Volledig toegerust, zo breed mogelijk beschikbaar voor de mariniers die naar Zeeland komen. Volgens het Kamerlid zou de Tweede Kamer geïnformeerd zijn bij grote veranderingen. De vakbond gaat in gesprek met Bosman. OV-bedrijven en wethouders trekken aan de bel. De Tweede Kamer moet meer investeren in openbaar vervoer. Een oplossing voor de drukte op de weg en op het spoor zou de zogeheten light rail kunnen zijn. Dit vervoersmiddel is sneller dan een tram en lichter en goedkoper dan een trein, zegt de Utrechtse vervoerder UOV. Light rail maakt eigenlijk meteen een schaalsprong. De aantallen mensen die je kunt vervoeren met één tram, als je dat eventjes afzet tegen de grote mogelijke bus die we in dit gebied hebben rijden, de dubbelgeleden bus die op lijn 12 en soms op lijn 28 zichtbaar is. Dat is meteen een verdubbeling van je capaciteit. Vandaag is er een debat over openbaar vervoer in de Tweede Kamer. De vier grote steden bundelen hun krachten en hopen de regering te overtuigen van de noodzaak om iets aan de mobiliteitsproblemen te doen. De politie doet een dringend beroep op bewoners van Utrechtse wijken waar de laatste tijd autobranden zijn geweest. Volgens de recherche moeten er mensen zijn die weten wie er achter de branden zitten. Vooral rond Oud en Nieuw, maar ook de afgelopen dagen nog gingen er auto's in vlammen op. De politie denkt dat jongeren uit de wijken zelf de auto's aansteken en dat ze elkaar ophitsen om meer branden te stichten. Voor de opsporing van de daders hoopt de politie op hulp van omwonenden. Wat we vooral nodig hebben is mensen die verklaringen geven. Mensen die iemand gezien hebben vlak voor een autobrand. Mensen die verdacht zich ophouden in de wijk. Bijvoorbeeld heel erg in auto's kijken of om auto's heen lopen. Doe dan alsjeblieft melding bij de politie. Want wij hebben ook wel het idee dat mensen best eens wat meer weten dan ze aan ons willen vertellen. Vanavond is er in de Utrechtse wijk Hooggraven een bewonersbijeenkomst over de branden. Brand op industrieterrein De Isselt in Amersfoort vannacht. Er waren geen mensen aanwezig in het leegstaande kantoor aan de Uraniumweg. Bij de brand kwam veel rook vrij, waardoor omwonenden werd geadviseerd om hun ramen en deuren dicht te houden. Rond 3 uur was de brand onder controle. Krijgt u nog het weer? Er vallen winterse buien. Vanmiddag is er meer zon bij zo'n 5 graden. Vanavond regent het en is er natte sneeuw. En het koelt af naar de 2 graden. Kijk voor meer nieuws op onze app of op rtvutrecht.nl.